van alle vrouwen dat ik heb gekend. Heeft er geen enkel maar echt ooit getemd. De liefde was voor mij meestal wel rap voorbij. Het was voor mij amusement. Mijn leven was een vrij gezellig feest. Ik dronk, ik vrij, ik weet, ik was soms een beest. Ik was alleen en vrij. Het leven was voor mij een speeltoon voor het ging. Sorry dat ik zo vroeg wakker belde, maar ik heb goed nieuws. Ik neem vrij af. Wat zeg je? Ja, ik weet dat meneer Verhulst komt. Wie? Ah, dat is onze regelmanager Customer Services. Maar ik kan je mogen vallen zuipschuit niet uitstaan. Die is maar op één ding uit en dat is de ganze dag op ons kosten zitten te drinken. Wat zeg je? Natuurlijk kan ik me vrijmaken. Inge is er en mijn nieuwe klerk is er ook. Goed, laten we afspreken met een kwartiertje de laat. Oh, we gaan er fijne gezellige dag van maken, een schatje. Punt 5 op de vergadering moeten we zeker bespreken. Ik hecht er heel veel belang aan. Tot straks, schat, en meneer Waterschoot. Goedemorgen, chef. Goedemorgen, Karel. Je bent zo vroeg. Ja, meneer de Roet, kom toch vandaag, chef. Ja, ik kan elk moment hier zijn. Hij is nog ontstipt. Kan ik misschien de tien en tanden in gerekening brengen, chef? Hoezo gerekening brengen? Ik kan bijvoorbeeld de archievevolgensdatum zetten, chef. Dat is al gebeurd. Ik kan misschien de klachten volgens alfabetische volgorde opleggen, chef. Die zijn al geclasseerd. Ik kan misschien de klachten volgens het geslacht, mannelijk of vrouwelijk, jong of oud. Dat kan zeker interessant zijn voor de statistieken, chef. Amai, Karel, wat een hever. Ja, we kunnen meneer Verhulst toch beter naar zijn zin maken, nietwaar? Alles moet je naar zijn zin. Ik ga nu naar zijn wees. Ja, maar kan ik niet iets anders doen? Bijvoorbeeld, oh, ik weet het. Bijvoorbeeld, met dat stoffen. Oh. Karel? Ja? Dat heeft de poetsvrouw door gedaan. En je moet niet zo vroeg beginnen. Je hebt nog 10 minuten. Ja, maar, chef, je moet me de overuren niet terugbetalen, hoor. Maar nee, want mijn mama zegt altijd, Kareltje, zegt ze, zorg dat je altijd in de wereld zit op het werk. Dan kun je niet op straat geraken. En mijn mama, die kan het weten. Want mijn mama, die heeft gelijk. Want mijn mama, die heeft nog nooit op straat gestaan. Karel, ja. Vandaag zult je iets anders moeten doen. Oh, met alle plezier, chef. Karel, ja. Vandaag is het jouw plaats. Oh. Is goed. Vandaag is het met probleem. En jij en u dan, excuseer, en u dan, chef. Ik moet weg. Oh ja, met meneer Waterschoot. Met wie? Ah ja, ja, een heel belangrijke vergadering met meneer Waterschoot, ja. Wat een schat. Ja, die schat. Nee. Zeg, wat je wel nog moet doen, is die stapel boven in de kast links leggen. Oh, goed. Ja, maar chef, en meneer Verhulst dan? Die weet alles wel te vinden. En als je iets nodig hebt, kunt je het altijd aan Inge vragen. Zij is van alles op de hoogte. Dus, ik ben vandaag. Ja, Karel, de chef. Je zit er al een maand en je zit rijk genoeg om te luisteren naar de klachten van de klant en een oplossing te vinden. Nee. Oh, ik moet zo weg zijn. Ja, maar chef, ik moet u nog iets vertellen. Chef, ik moet u nog iets vertellen. Ik heb een belangrijke... Dat hoor ik morgen wel. Ja, ik heb een belangrijke afspraak. Nu ben ik hier, de chef. De chef! Oh, dan moet ik mijn mama vertellen. Oh, die gaat verschieten. Hallo. Hallo. Daar, chef. Oh, goedemorgen, Inge. De chef. Ja, natuurlijk, Robert, de chef.
kassier, maar hij moest direct weer weg. En waar naartoe? Hij had een afspraak. Een vergadering. Ja. Een vergadering. Met een schat om meneer Wetterschoot. Met wie? Dat zijn we. Die truc die ken ik. Een vergadering, hè? Hij muist er gewoon van onder dat hij voor ons komt. Ja, en ik ben nu chef vandaag. Dat meen je niet. Maar dan kan jij mij misschien een dagje bijnemen. Ja, dat kan. Ja, wat blijf. Ja, maar moet ik misschien die hele dag met die vervelende rol op het scheef zetten? Ja, nee. Ja, maar en ik dan? Och, je bent de chef. Je redt zich toch wel? Ja, maar. Oh, heeft hij toevallig opgezegd waar hij die schattige meneer Waterschot gaat ontmoeten? In de loten. In de loten? Ja, zoiets. In de Lord? Ja, dat was het, ja. Ah, de schoft. In de Lord. Daar heeft hij natuurlijk een afspraak met een of andere Grieta. Daar denk ik niet. Oh, en hij zag me de laatste telefoon niet meer staan. Dat heb ik hem betaald. Heeft u krachten? Ja! Ik kan u misschien zo helpen. Ik ben nu toch chef van de klantendienst. En ik ga die vieren fluiten achterna. Vier fluiten. Jammer, Inge. En ik dan je toch niet alleen. Meneer Verhulst, stelt u al. Ja, Inge, ik moet u nog iets vertellen. We worden morgen wel. Ja, maar Inge, ik heb een belangrijke afspraak vanavond. Nu ben ik hier helemaal alleen. En dan voor de klachten zat me met de geniemammetjes. Allee, kijk, kom. Je kunt dat. Voilà. Dat is ook niet wat ons om het te gaan. Die gaat misschien. Hallo, mama? Ja, ik ben de duif. Duif is schiet gevallen. Ja, ik heb groot nieuws. Maman, ik ben vandaag de hele dag de chef. Ja. Heb je goed gehoord, maman? De patroon. De big boss. Nee, Inge is er niet. En de chef ook niet. Ik ben hier helemaal alleen. Papi? Nee, maman. Ik ga niet bang zijn. En jij moet ook niet bang zijn. Nee, maman. Zeg, maman, iets anders. Kun je hem niet vrijmaken om naar hier te komen? Dan kun je me zien zitten aan die mooie, grote bureau. Ja. Wat blief? Oh, dat is spijtig. Ja, doe tante Rosalie mijn complimenten, hè. Ja. Zeg, jij hebt je haar ook verteld dat ik een afspraak heb met een vrouw, met die Adela. Je bent zo genieus, maman. Wat blieft? Ja. Dat was een heel goed idee om me in te schrijven in de dattingset. Ja, maman. Dating site. Ja. Zeg, maman. Ik moet u wel gaan laten, hè, want ik moet nog werken. Hè. Ja. Nee, maman. Nee, ik ga alleen maar afspreken met Adelaide om 8 uur in de klok in Zutendaal. Ja. Ja, maman, ik ga braaf zijn. Ja, maman. Dag, maman. Ja, dag. Ja, ik zal maar doen wat de chef doet. Dan kan ik niks een keer doen. Wij voor negen. Ben ik de chef altijd een boterhammetje? Dan zal ik dat ook maar eens doen. Thank you.
Zo zeg. Voilà. Dat zit er ook op. Binnen. U bent zeker meneer Verhulst. Inderdaad. En wie ben jij? Karel Boren. Ach zo. Zo. En waar is meneer Op den Akker? Die is dringend weg. Ja, zo. Zo. Ja, zo. Zo. Hij moest dringend naar de vergadering. Dat zei hij tegen mij, dringend. Is Inge in haar kantoor? Nee. Ik heb ze dringend vrij afgenomen. Ach zo. Zo. Ja, zo. Zo. En ik ben hier nu heel alleen. Ik bedoel, dringend. Ik bedoel, heel alleen hier. Nu. Recent. Jij zijt niet weer, geloof ik, hè? Splinter, meneer Verhulst. Huh? Splinter nieuw, meneer Verhulst. En u bent zeker op inspectie, meneer Verhulst. Heeft Op den Akker gezegd welke mijn attributen zijn? Attributen. Wat ik zoal nodig heb. Dat heeft hij niet gezegd. U weet verduiveld goed dat ik telkens een paar flessen wijn moet. Oh, waar is u doorschrijft, meneer Verhulst? Om te proeven. U bent ook een wijnkenner, meneer Verhulst. Inderdaad. Zo, ja. Terwijl dat ik de klachten nakijk, proef ik verschillende wijnsoorten. U bent wel een zeer gewichtig persoon, meneer Verhulst. U hebt het wel zeer ver geschopt, meneer Verhulst. Ik wou dat ik ook zo ver kon schoppen, meneer Verhulst. Dat hangt van uw schop en uw kruiwagen af. Vooruit, haal me nu maar een paar flessen in. Ja, zeker, meneer Verhulst. Oh, excuseer, meneer Verhulst. Rode of witte, meneer Verhulst? Rode. Oh. Meneer Verhulst. Hoeveel, meneer Verhulst? Twee. Om te beginnen. Twee, om te beginnen. Oh, meneer Verhulst, excuseer. Van welk merk, meneer Verhulst? Van de goeie. Twee. Om te beginnen. Rode. Van de goeie. Komt in orde, meneer Verhulst. Zo. Op de slimste niet van de klas gelopen. Zo. Interessant. Waar is ze? Wie? Er is Op den Akker. Ik heb even de poten van mijn vrouw, heb ik dat begrepen? Ja, maar... Begrepen! Ja, ik heb het begrepen. Waar is ze? Luister eens even. Luister, ik naar u luister. Luister, geef maar eens goed naar mij, ja? Gewoon ozelaar! Jij denkt dat je mij iets kunt maken, hè? Ik weet alles! Alles? Alles, ja! Luister, dat moet je maar eens gedaan zijn met dat gerommel. Gerommel? Ja, die aanhouwerij met mijn vrouw, dat moet gedaan zijn. Aanhouwer wat, hè? Luister, jij blijft bij de poten van mijn vrouw, dat heb je dat goed begrepen? Maar meneer... Jij wijst zelfs toch niet meer naar haar. U vergist zich. Ik ben Op den Akker niet. Ik vergis me helemaal niet. Ik vergis me nooit. Vettig ventje. Ingrid heeft mij wel over u verteld hoe jij hier altijd met die onhebbelijke gewoontes met uw poten op de bureau zit te gaan zitten lezen. Jammer. Zwijgen. Mijn vrouw is deze morgen thuis vertrokken om hier te komen werken. Als u nu eens 2 minuten naar mij zou willen... Waar is ze? Meneer Verhulst. Excuseer. Meneer Verhulst? Ja, dat ben ik. Maar dan zeg jij... Luister eens op de dag. Begrepen. Begrepen. Begrepen.
Waar is ze? Dit is naar de loten. Ik bedoel, naar de loten gaan. Lord. Nou, wat is er dan daar aan doen? Een vergadering achterna. Vergadering? Dat zullen we nog wel eens zien dan. En voor u? Voor u reken ik later nog wel af. Met mij moet hij nog afrekenen. Mijn man wil dat moest weten. Gek. Stapelgek. En onbeschoft. Uitermate onbeschoft. Dus ik begin geen nu ook al. Een onbeschofte gek. Dat is die. Oh, die. Dat ziet er goed uit. Ja, maar wat ik niet begrijp. Hij wil mij ingezoeken. En hij wil mij vermoorden. En hij slaat op mijn jonge leven. Ach, jij hebt er niks mee te maken. Het is op de akker. Hij speelt gevaarlijke spelletjes. Dat is alles. Spelletje? Dat is alles? En dan komen ze bij mij met de klachten. Jij hebt er niets mee te maken. Op de akker moet zelf maar voor zijn zaken opdragen. En nu ga ik aan het werk. Dat ziet er goed uit. Meneer Verhulst. Wilt u misschien een kurken trekken? Hoe noemt jij dat? Dat hier, dat is een kurkentrekker. En dat is voor amateurs. Oh. Meneer Verhulst, wilt u misschien zo'n zijn glaas? Of is dat ook te amateuristisch? U ziet, ik denk aan alles die waar, meneer Verhulst. Dat zie ik, ja. Ik zal het noteren in mijn verslag. Dank u wel, meneer Verhulst. En merci. Binnen! Is dit in de krachtbureau? Ja, daar staat de customer service. Ja, tegenwoordig is alles een Engels die bar. Klantendienst, dan zeggen waar u terecht gaat met uw klachten. Maar gaat u toch zitten? Zitten. En met wat kan ik u van dienst zijn? Leave me. Ik krijg hem niet aan. Ik krijg hem niet. En jij kan hem ook niet aan. Ja, maar ik moet hem niet aankijken. Probeer maar. Dat is nog niet, madame. Je krijgt hem nooit dicht. Dus u heeft niet klachten over dat ding hier. Meneer, ik ben hier al jaren klant in dit shoppingcentrum. En ik ben altijd al content geweest. Ah ja, iedereen is content over ons, mevrouw. En nu niet. Die BH deugt niet. De sluiting die schiet altijd los. De sluiting, denkt u? De ritsluiting bedoel ik. Kijken. Ja. Ik zie al waar het schoentje brengt. Ik niet. En volgens mij heeft dat hier ook weinig weg van een schoen. Ja, maar mevrouw, die ritsluiting die kan ook niet sluiten, nietwaar? Daar hangt geen tirette aan. Dat zal wel een fabrieksfout zijn. Ik zal u een bon geven voor een ander moment. Dan gaat u met deze bon, ja, naar de afdeling waar ze die dingen verkopen. En dan krijgt u een andere, deze keer met tirette. Helemaal geen BH met die rep nodig. Oké, dan zonder. Dat hebben wij ook, denk ik. Ja, die wetenschap die gaat met raarste schreden vooruit, nietwaar? Voilà. Zo, dan gaat u met deze kom naar die afdeling. En ik ben zeker van dat u deze keer tevreden gaat zijn met uw aankoop. Ik hoop het voor u. Ik zal een nieuwe halen, maar deze keer zal het meer passen. Oh ja, u gaat toch ook geen citroentjes voor appeltjes kopen, nietwaar? Ik wil je graag. Amai, dat was heel goed gegaan. De volgende opdracht! Oei, meneer. Dan gaat hij toch zitten, mevrouw.
ik zijn, juffrouw? Wel, meneer, ik ben juffrouw van Snik. Juffrouw van Snik? Waar heb ik die naam toch meer gehoord? Ja, er zijn zoveel van Snikken. Hè. In mijn familie alleen al heb je 36 van Snikken. En dan heb je ook nog de van Snikken van Wiemesmeer. En de van Snikken van Besme. Dat is een heel groot gesneden, niet maar. Maar ik ben Adelaïde van Snik. En zo is er maar één. Dat bent u Adela. Adela. Maar meneer, wat scheelt er? Voelt u niet goed? Ja, dat bent u. Foei meneer, hoe durft gij zoiets voor u op het bureau te leggen? Je moest beschaamd zijn. Nee, dat stelt niks voor. Dat stelt niks voor. Allee, dat hoop ik dan maar. En dus u bent Adelaïde van Snik? Zeg. Jij gelooft mij precies niet. Jawel. Megan, u komt te zijn voor een klant. Nee. Eerlijk gezegd, ik kom om te beletten dat ik later een klacht ga moeten indienen. Excuseer. Ziet je, ik zou graag zo'n kleine computer kopen, zo. Ene met een deksel. Allee, je weet wel, zo. Gelijk een wafelijzer. Laptop. Zoiets, ja. Maar nu kwam ik eerst eens vragen welke dat beste zijn. Oh, maar hier zijn geen slechte laptops. Dat is goed, meneer. Ik zal u... Ik zal u zijn geheimpje verklappen. Een geheimpje? Ik heb vanavond een afspraakje met iemand. Ja, dat weet ik. Hoe kunt jij dat weten? Ik bedoel, dat denk ik. Ik heb een afspraakje met de man met wie ik ga trouwen. Ja, dat weet ik. Ik bedoel, dat denk ik toch. Ik heb mij ingeschreven op de computer bij zo'n club. Allee, het is geen echte club, maar het zijn allemaal mensen die je lief zoeken. Wacht, hoe heet dat nu ook alweer? Een dating site op Tinder. Juist, ja, Tinder. Hoe weet jij dat? Onze pa had me dat aangeraden. Jij geraakt anders toch niet van straat zijn. Ja, onze pa heeft gelijk, hè. Hij kan het weten. Hij heeft ons ma ook zo leren kennen. Allee, via een huwelijksbureau. Want in hun tijd bestonden er nog geen computers, denk ik toch. Anders was onze pa ook niet van straat geraakt. Kent u hem? Onze pa, ja, natuurlijk ken ik onze pa. Nee, ik bedoel die man met wie je hebt afgesproken. Ah, nee. Alleen maar van een foto die op de computer stond. Onze pa heeft die voor mij afgedrukt. Wacht, ik heb hem bij. Ik ga hem u laten zien. Oh, kijk eens. Wat een lieve kleine. Lieve kleine. En zo schoonkind. Schoonkind? Ja. Excuseer, wat mag ik die foto eens zien? Oh, ja, natuurlijk, alstublieft. Dank u. Oh nee, ik heb de verkeerde foto op die site gezet. Wat zeg je? Ja, niet bedoeld, nee. Dat je zet toch zo geen foto op de site, hè? Wat bedoel, en de recente? Ik bedoel, hoe hem er nu uitziet, toch niet als baby? Maar meneer, wat scheelt er toch? Je ziet ineens zo witte kus. Ja, niet bedoeld, alleen, dat is toch geen foto voor op die site te zetten, nietwaar? Ja, het was deze foto die op de computer stond. Is dat nu geen schattig babyke? Ja. Zo met dat tutje in dat mondje, op dat schapenvelke, in die blote billetjes. Ja, maar zo gaat u hem toch niet herkennen vanavond? Ja, misschien niet, maar hij zal mij wel herkennen. Oh ja, ik heb ook een foto op de computer gezet. Allee, onze pa. Alhoewel ik daar ook wel een beetje anders op sta. Ja, daar gaat die sproeten op uw foto. Dat is juist. Hoe weet jij dat nu alweer? Niet bedoelen. Elk meisje heeft toch sproeten op zijn foto, nietwaar? Ah ja, dat kan. Ik hoop wel dat hij iets meer gedaan hebben deze avond. Ja. Is dat nu niet lief van hem om zo'n foto op de computer te zetten? Ja, heel lief. Ik denk dat het een hele lieve man is, ja. Hij heeft dat misschien wel voor expres gedaan. Daar zit zeker een bedoeling achter. Een bedoeling? Ik durf er mijn kop op verwedden dat hij gek is van kinderen. Denkt u? Weet je wat ik denk? Mm.
mij duidelijk maken dat hij graag veel kinderen wil. Maar meer dan 7 wil ik er niet. Bon, dan ga ik nu maar eens kijken voor zo'n een tiptop. Een laptop. Zo, ja. Dus alle laptops zijn hier goed. Ja. Maar, mag ik u iets zeggen? Natuurlijk. Die laptop, is dat een geschenk voor hem? Nee, god. Ziet je, ik weet niet zo goed hoe ik die man moet aanspreken met lieve woordjes. Ik heb daar geen verstand van. Dus ik dacht, ik typ hem een schone liefdesbrief en dan geef ik die vanavond aan hem af. Maar nu is toch de computer thuis wel kapot, zeker, hè? Ja, maar met de hand geschreven, dat is toch veel persoonlijk, nietwaar? Dat kan wel zijn, maar mijn geschrift gaat hij niet kunnen lezen, want ik heb een echt kattengeschrift. Ah, zo, Adelaide. Oh, excuseer, juffrouw. Oh, maar zeg jij maar gerust, Adelaide. Je zult uw mond niet scheuren, hoor. Adelaide. Ik hoop niet, ben er zelfs zeker van dat het vanavond goed zal lukken. Merci. Weet je wat? Ik zal hem de complimenten doen. Dat zal ik graag hebben, geloof ik. Zijt jij getrouwd? Nee. En hoe oud zijt jij al? 42. Wat? Oh, 42? Oh, nee, jij. Ja, maar ben een paar jaar ziek geweest. 42? Maar dat is nu ook toeval. Mijn lief is ook 42. Ja, dat weet ik nu. Dus dat ben ik. Zeg, maar als jij nog niemand hebt, hè, dan zou ik mij ook maar inschrijven op zo'n computer. Anders gaat je op straat blijven lopen, hè, menneke. Luister naar mijn goede raad. Ja, maar ik heb ook een lief. Oh, boy. Zoveel te beter voor u, hè. Ja, ik zie ze ook vanavond. Maar, dat is niet waar. Dat is niet te geloven. Misschien lopen wij elkaar nog tegen het lijf. Ja, tegen het lijf, ja. Best gevaarlijk, hè. Zeg, maar dan gaat je wel een ander kravat moeten aandoen, hoor. Want die trekt op niks. Die trekt op niks? Moest mij lief afkomen met zo'n kravat? Dan zal ik maar een ander kopen tegen vanavond, ja. Zeker. Onze pa zegt altijd dat je deftig en zedelijk gekleed moet gaan. Bos, dan zal ik nu maar eens voortmaken. Nog eens bedankt voor alle inlichtingen, meneer. Zeg maar, Karel. Zeg maar, dat is toeval. Mijn lief heet ook zo. Karel. Dat is toch een schone naam, hè. Karel Bollen eten. Allee, salut. Ja, salut. Ja. Dat weet ik. Oh, zij was hier. Oh, en die is nog niet meer zo knip. Oh, wat een aïde. Oh, wat een aïde. Karel? Karel, wat heb je nou te zeggen? Karel! En waarom heb je de man van Ingen op mij afgestuurd? Wie? Oh, die. Ja, die ja. Waarom heb je dat gedaan? Ja, omdat hij naar u vroeg, chef. En hij dacht dat ik u was. Heeft u hem gezien, chef? Nee, natuurlijk niet. Oh, dan hebt u hem misgelopen, chef. Nee, je mag me niet zien. En waarom niet, chef? Omdat er niets goed van gaat komen. Ja, maar dat begrijp ik niet, chef. Als iemand naar u vraagt en u wilt zien, dat is toch een teken dat hem u toch wilt zien. Een goed geredeneerd, Karel. En hij wou u toch spreken, chef? Spreek het. In alle garen wou me vermoorden, ja. Daar begrijp ik niets van. Maar dat het in alle garen is, dan kan ik van mij niet spreken. Mij wou hij ook wel vermoorden. Ik kwam als een wilde man de lord binnengestormd. En maar roepen en maar schreeuwen als zijn vrouw waar zijn vrouw zat. Dat moet ze nu toch niet hebben, chef. Nee, vroeg hij ook al waar zijn vrouw was. Ik had meteen ervoor, als hij naar zijn vrouw vroeg, ook mee moest hebben. Dat snap ik niet. Gelukkig was het Inge er niet. En ik heb het net op tijd de barman kunnen informeren om mij niet te verraden. Het wordt toch steeds ingewikkelder, hè, chef? Ik ben net op tijd met Nicky kunnen wegrennen, want ik vertrouwde dat spelletje niet. Spelletje? Ik hoorde die wilde chimpansee nog zeggen tegen de barman dat daar een chef had gezegd dat ze in de bar in de lord was. En ik wist meteen dat jij het waard. Zeg je dat? Ik, haar chef. Ja, waarom heb je dat gezegd? Dat het ook zo is. Inge is naar de lord gegaan. Wat zeg je daar? Naar de lord. Is ze dan niet in het kantoor? Nee, ik heb ze de vrij afgegeven. Ze hebben met die vergadering van meneer Waters gehoord. Oh, lieve hemel. Heeft u haar dan niet gezien, chef? Nee, mijn serie, ja. Ja, maar dat
snap ik niet, chef. U gaat naar een vergadering met een zekere meneer Wijterschoon. Inge gaat u achterna. De man gaat Inge achterna. Inge is er niet. De man mag u niet zien. En u vertrouwt het spelletje niet. Oh, en u verdwijnt er zeker niks. Is het dan zo'n belangrijke vergadering, chef? Ja, dat is een heel belangrijke vergadering, Karelbo. Dacht ik het niet. Chef, dat is ook alles goed gegaan. Eén klacht is opgelost en ik heb ervoor gezorgd dat er een tweede klacht niet geklaagd wordt. Ik heb zo'n indruk dat vandaag niet zo goed zal blijven. Goede man. En wie mag meneer wel wezen? Ik ben Jules. Jules, zeg je? Dat zegt me niks. Je verstaat mij precies niet goed. Ik ben Jules. Die ken ik niet. Jules, zeg je? Ja. En trouwens, ik laat me niet uitmaken voor een nozelaar. Ik ga een klacht indienen bij de chef van de klantendienst. Is die hier? Ja, dat ben ik! Wat is hier nu dan een nozelaar? Je weet zelf niet wie je bent. En waar gaat meneer naartoe? Meneer gaat naar het kantoor van Inge. En wat gaat meneer Jules in het kantoor van Inge doen? Ja, ze wordt nummer 1. Ze wordt nummer 1? Jij verstaat me precies niet goed. Ze wordt nummer 1. Het is een beetje lauw van onder en ijskoud van boven. Wat? Ik weet ook niet wat er scheelt. Ik moet eerst gaan kijken. Het kan ook goed zijn op zo'n luchtmiddel. Als Inge! Inge? Ja, mijn secretaris onlucht worden? Maar nee, de chauffage. Of wat dat geldt. Zijn dat de thermostaatkraam moest vervangen worden. Ja, maar dat gaat zo maar niet aan maken. Meneer, ik heb hier een abon van mijn werk. Van mijn baas gekregen om die chauffage in het kantoor van Inge na te kijken. En dat ga ik nu doen, alsof ik het nu graag heb of niet. Als ik zeg dat het nu niet gaat, dan gaat het nu. Allee, hup, Pompel af. Ik zal trouwens zelf wel gaan. Het is ook trouwens hoog tijd om een boopje met soep op te eten. Ik kom straks nog op terug. Heb je van zijn leven zoiets meegemaakt, Karel? Chef, excuseer, maar nu dat ik toch hier ben, dan ga ik even naar de heren afdelingen. Voor wat? Voor een kracht? Nee, chef. Voor een nieuw krabattenkoek. Oh, excuseer, juffer. Komt u maar binnen. Binnen, klein. Ik zal u wel verder helpen. Dat is binnen, klein. Ik hou niet van die toestanden. Waarom moesten we hals over kop wegrennen toen ik dat u weer de wilde man als een vrouw kan vragen? Oh, dat zal ik u wel eens uitleggen, schat. Ik moet er niet aan. Dag, meneer Op den Akker. Wat ben ik blij om u te zien. Lap, den ook nog. Meneer Van Hulst, blij u op te zien. Momentje, wil ze. Schat, ik moet even van een vervelend heerschap zien af te geraken. Meneer Van Hulst, hoe gaat het met u? Er is iemand naar u op zoek? Dat weet ik. Maar of ver! Wie ben je hier, Adam? Was jij het niet waarmee Robert zijn uit de Lorde uitvluchtte? Ja, hoe weet jij dat? Ik heb jullie gezien. Jij waart ons dus aan de spiegel? Zo zou je het kunnen noemen, ja. En met wie heb ik de eer? Ik ben hier de secretaris. Zijn secretaris. Inge, jij hier? Ja, ik hier. Ik ben zo net in de Lorde geweest. Maar ik zag dat je mij wat ingerold voor dat scherminkel. Is er iets dat ik zou moeten weten? Uw man zit achter u aan. Ja, ja, ik zag hem terug in de auto stappen. Hij is razend. Ja, ja. En wat doet hij hier? Och, dat is Nicky maar. Dan zal ik je wel eens uitleggen. Wat moet uitleggen? Eerst breng ik mijn hoofd naar boven. Aha. Ja, maar Nicky, rustig. Wij starten ons wat samen een avontuur. Ja, maar Inge. Wat? Ja, maar Nicky. Ja, ja, dat mag ik voor, ja. En nu ben ik plots lucht voor u. Ik heb er genoeg van. Oh, maar Inge, alsjeblieft. Dus je hebt ook iets met haar? Oh, maar Inge. Weet jij wat dat is? Waarom? Heb je klachten? Ja, ze heeft nog pijlen met haar baas. Echt? Tje. En ik ga me goed afrekenen met die twee. Ach man, stel je toch niet zo aan. Mijn vriend betreft me ook al een hele tijd met zijn secretaresse. En die doet daar helemaal niks aan. Ja, ik ga er wat aan doen. Ik begin ook een avontuurtje om hem jaloers te maken. Jaloers? Ha! Dat zou die van mij geen pas meer kunnen schelen. Hij betekent toch niks meer voor haar. Zeg, ben je er zeker van? Eén goede raad. Maak haar stinken jaloers en doe net alsof ze lucht is. Ongetwijfeld
volgt er dan een hevige ruzie. Maar daarna komt alles weer goed. Zij heeft haar lesje geleerd en jij belooft haar uw vriendinnetje te laten gaan. Zij belooft op haar beurt dat ze einde maakt aan het vriendelijk avontuurtje. Ja, er zit wel iets in. Alhoewel... Wat gaat je anders doen? Wat bedoel je met afrekenen? Je gaat toch geen stomiteit uithalen, zeker? Nee, jongen. Je zegt haar gewoon dat je alles weet en dat je niks kan schelen. Dan vergeet ze. Ja. Maar dan moet ik wel een keer zien ontvinden. Luister. Aangezien ik in hetzelfde schuitje zit als u, begrijp je? Ja, ik begrijp het. Jij? Precies. Ja, maar... ik weet niet. Het komt toch nog allemaal wel onverwacht, hoor. Het is nu of nooit. Ja, maar buiten maar. Ik zou je toch wel eigenlijk willen weten waar dat is. Niet kwaad worden. Beloofd, daar in die kamer. Oh, ze is toch nog hier. Dat zal ik maar eens goed gaan zeggen. Doe maar. Ja. Ik word buiten. Ja. Zo, madame de secretaresse. Nee, nog eens niet. Ja, maar Inge, luister niet nog een dag. Ik denk dat ik naar meneer Verhulst moet gaan. Ha, zo. Die klerk, die zit ook al achter je aan. Klerk? Ah, meneer. Ja, maar ik weet alles. Spijt me, Frank. Het hoeft je niet te spijten. Ik ga ermee akkoord. Frank, ik wilde helemaal niet... Wat? En je bent niet boos? Nee. Maar Frank, echt? Maar ken ik het toch niet? Ja, luister eens meisje, we gaan het heel simpel oplossen. Ja, houd jij uw minnaar maar. Ik wens u veel succes. Wat? Ja, ik wens u veel succes. Ik heb zelf ook iemand. Maar Frank, we kunnen toch niet mee? Ze wacht buiten op mij. Frank, alsjeblieft. En we hoeven elkaar niks meer in de weg te leggen, oké? Dat vindt hij nog niet goed als. Is die uitgevonden? U gaat me niet op mijn kaart genomen, hè? Vooruit! Ga nu maar bij je liefje staan, hè? Kust mekaar niet maar! Maar Frank! Houd jij je mond maar. Oh, gaan we weer beginnen brullen, ja? Je hoeft er niet tussen te steken, ze slet! Hoe durf jij? Zien de klachten? Ja! Kan ik misschien die... Opschrijven! Kom aan, kus mekaar nu maar. Je hoeft het niet meer in het geheim te doen. Doe maar voor onder mijn ogen. Voilà. Frank, als de brief. Ja, Frank, als de brief, hè. Hey, kus hem! Maar je vergist nu, Frank. Je vergist nu, Frank. Weet je wat? Ik zal mij anders een keer omdraaien. Ik heb je achter mijn rug. Hou nu op. Voor de laatste keer, kus mekaar. Allee, verleid mekaar. Voilà. Goed dan! Huh? Goed dan, mijn brief? Adelaide was binnengekomen. Adelaide? Wel ja, mijn aanstaande. Ze is hier te straks geweest om de laptop te kopen. Ik wist eigenlijk niet dat jij verloofd was. Ja, maar dat ben ik ook nog niet, hè. Je zei net dat je ging trouwen. Ja, en vanavond zie ik ze. Allee, voor de eerste keer. Allee, dat komt door die dating site. Die hebben die afspraak gemaakt om 8:00 in de klok in Zutendaal. Ah zo, dus... Ik zou toch maar 2 keer nadenken om voor zo'n bootje te stappen, hoor. Maar ik neem de bus om. Succes, ja. Het spijt me echt van die.
maar eens, Nicky. Hoe durf je dat aan mij te vragen? In het begin jij ook niet, hè. Ik heb er eens goed over nagedacht en er gaat toch alleen maar narigheid komen van ons twee samen. Ja, eigenlijk is het al. En we hebben het goed gehad samen, bedankt ervoor. Maar je wist dat dit ging aankomen, maar ik laat je vrij. Ik laat je vrij. Bedankt voor de tijd dat we het goed gehad hebben. Is dat alles wat je nog te zeggen hebt? Voorlopig wel, ja. En nu moet ik Nicky zien te vinden. Jezus God! Je zou me dat de volgende lijflok. Alleen maar omdat mijn man erachter is gekomen. En van de ene dag op de ander heb je een ander. Ik ga gillen. Excuseer, wat heb je gedaan? Mag ik gillen, chef? Waarom? Ah! Is het over? Ah! Ja, en nu heb ik dringend nodig een kop koffie. Ik denk dat ik nog stokjes ga kopen. Mijn mond. Binnen! Oh, maar dat ziet wel een goeie nooit, hè. Ah, ja. Kom, laat die toch zitten. Dank u wel. Je hebt ook zelf gezegd dat hier allemaal goeie zijn. Ja. Maar toch is er een probleem. Oh, maar daar lossen wij wel op. Daarvoor zijn we hier niet meer. Ik kan daar niet op werken. Dat is helemaal anders dan de computer thuis. Oh, maar dat is geen enkel probleem. Kunt jij daarop werken? Nee. Ja, ik kan erop werken, ja. Echt waar? Ik kan alles. Amai, maar dan gaat uw vrouw het goed treffen, zeg. Ja. Zeg, kent jij iets van liefdesbrieven? Liefdesbrieven? Ja. Dat is te zeggen. Zou jij er eentje voor mij kunnen maken? Voor u? Ja, voor mij. Allee, voor hem. Voor hem? Ja, dat is om dus te zeggen. Ja. Allee, ziet je, ik weet niet zo goed wat ik er allemaal moet inzetten. Ik heb van zijn leven nog nooit een liefdesbrief geschreven. En al zeker niet aan een lief. Ja, alsjeblieft. Ja, maar als u het zelf schrijft, dat is toch veel persoonlijker, nietwaar? Dat kan wel zijn, maar mijn geschrift gaat hij niet kunnen lezen, want ik heb een echt kattengeschrift. Zo, ja. Wel, het is eigenlijk om te zeggen, ik heb ook nog nooit een liefdesbrief geschreven. Maar je kunt het wel. Je hebt net gezegd dat je alles kunt. Oké, ja, dat is goed. Voor u dan. Dat is goed. Weet je wat? Dan ga ik nog even naar de slachter. Want onze pa moet een heleboel vlees hebben voor in zijn diepvries. Oh, je hebt uw nieuwe cravat al aan? Wat vind je ervan? Het is iets beter, maar trek toch nog op niet veel. Nee, trek toch niet veel. Nu moet ik een liefdesbrief gaan schrijven. En nog wel voor mijn eigen. Allee. Wat moet ik daar nu aan gaan zetten? Hallo, beste... Liefste Karelke. Hoe is het met u, mamon? Met onze pa gaat alles goed. Oh, mijn kar, oké. Dat is toch geen liefdesbrief? Een liefdesbrief, dat moet in de woordjes in zijn. Zoals. Ja, zoals wat eigenlijk? Ik weet het. Inge die even naar kantoor altijd van die romannetjes kreeg. En eens kijken of je dat moet doen. Oh, ik sta het wel iets moois. Dat kan ik gebruiken. Oh, lieveling, jij met die mooie blauwe diepe ogen. Die.
Dirk. Je hebt allemaal een slechte sluiting. Ik heb deze gepast en het is net als bij de vorige. De sluiting schiet altijd los. Dan zal ik u een bon schrijven voor een ander. Ik wil dat u mijn geval gaat onderzoeken. Waarschijnlijk zit er een fabrieksmolen en de sluiting van de hele partij. Ja, dat zou kunnen, ja. Ik wil dat jullie de hele partij gaan onderzoeken voordat we er nog meer ontevreden klanten met klachten komen aandraven. Ja, dat heeft u volkomen gelijk in, ja. Wel, waar wacht je dan nog op? Overtuig jezelf. Doe hem aan. Nu kende ik hem toch niet aan, hoor. Maar dan. Of je neemt de persoon die hem aantrekt in jouw bijzijn, zodat je er een verslag van kunt opmaken. Mijn bijzijn? Inderdaad. Iemand van het personeel? Een verkoopster bijvoorbeeld. Verkoopster? Maar dan? Hoe kan jij anders weten waar de fout precies zit? Ja, dat heeft u gelijk in, ja. Jawel. Jij bent er nu toch de chef. Ja. Neem initiatief. Het is in het belang van de zaak. Houd dat goed voor ogen. Ja, ja. Ik hou dat goed voor ogen. Goeie wijn. Goed gekozen, jongeman. Dag, mevrouw. Ik heb Inge nodig. Oh, die is naar de rechter om een tas koffie te drinken, meneer Vroes. Oh, dan wacht ik hier wel even. Wat ben jij aan het doen? Kunt u dit hier verder afhandelen, meneer Broos? Dan kan ik deze dame verder helpen. Natuurlijk. Met dingen. Wilt u bladzijde 10 van het boekje in de lade overtypen, meneer Broos? Bladzijde 10 uit de lade. Ja, dan kan ik met mevrouw naar de afdeling van de kinderzier om te verder helpen. Niet waar, madame? Ik hoop dat u mij kan helpen. Voor een tevreden kant doen we alles, niet waar? Welke bladzijde was dat? Maar botver? Maar dat is zeker geen groentje. Ach zo. Zo. Dit is verdorie nergens niet te vinden. Meneer Frans! Wat doet al die rommel hier op mijn bureau? Ah, uw klerk was ermee bezig en ik werk het even af. Dat hoef u toch niet te doen? Heeft niets. Nee, zoiets als dit. Met alle plezier. Geen laptops en andere prul op mijn bureau. U kan beter in het kantoor van Inge gaan werken. Geeft niets. Dan doe ik daar met verder. Tja, Inge was niet in haar kantoor. Ze is koffie gaan drinken. Goed, dan wil ik haar wel te vinden. Voor de rest alles in orde, meneer Brood? Jazeker. Zeer zeker. Goed, tot straks. Goedemiddag, Frits. Hoe durf je mijn broer te noemen? Buiten zijn nu! Met alle plezier. Oh, ik zou bij God toch het belangrijkste willen geven. Kijk nou allemaal! Met een mannequin werken is toch de normaalste zaak in een shoppingcentrum naar een kledingsafdeling? Ja, dat is wel waar. Maar deze is helemaal bloot, niet waar? Als mijn mama dat moet zweven. Maar weet je niet toch niet aan? Weet je wat? Ik ga ze een beetje aankleden. Aankleden? Ja. Van onder. Oké. Moment. Wat is dat toch eens vast? Momentje, nee. Voilà. Moment. Voilà. Dat ziet er toch al veel beter uit, niet waar? Maar hier gaat het om. Doe me maar eens op de sluiting. Goed. Madame, kunt u dat niet beter doen? Allee, geef het dan meer gewoon als mij. Het is jouw taak en verantwoordelijkheid.
en hij houdt. Natuurlijk, maar daar moet hij niet hangen. Ja, dan moet hij wat een beetje een mond. Ella, de borst. De borsten! Daar moet ik nog allemaal in! Dat doet het! Als de borsten erin zitten, dan spalt hij en dan schiet de sluiting achteraan los. Wat doe maar dan? Dat kan ik toch niet doen? Allee, ik bedoel... Allee, ik ben een vent! Ik krijg dat niet aan! Wat voor een vent ben jij eigenlijk? Een gentle vent. Dat is toch maar een bocht voor de borsten? Dat is het principe. Het principe, zeg ik. Dat. Jij bent niet normaal, jong. Je moet hoog dringen eens naar een dokter. Moest mogelijk. Iemand als jou heb ik nog nooit ontmoet. Jij hoort precies op ergens anders thuis. Ah, ik snap het al. Jij neemt de klachten van de klanten niet serieus. Goed, dan ga ik maar. En ik zet hier van zijn leven geen voet meer binnen. Je kan me gestolen worden. En ik zal tegen iedereen die het horen wil rondbazuinen waarvoor het slechte klantendienst dat hier is. Ja, maar mevrouw! Ja, maar mevrouw! Maar... Of, Ja, klap op mijn gezicht, waar iedereen bij stond. Zo! Zo!
dat ding hier? Dat was om mijn kaart op te lossen. Weg ermee! Ja, maar chef, ik kan dat toch niet meer... Weg! Ik zal ze in het archief zetten, chef. En dan zal ik wel... Als het sluit, na sluitingstijd. Karel! Ja, doe. Na sluitingstijd, als volgt. Karel! Dan zet ik ze wel in de winkel, chef. Echt waar. Dan zet ik ze hier. Wat een toestand. Inge razend, Nicky weg. Wat moet ik doen? Ik ga eens kijken wat er aan de hand is. Hé, manneke, ik heb precies genomen aan je kop. Wat heb ik je dus straks gezegd? Ik heb zoveel gezegd er straks. Als je niet maakt dat je wegkomt daar, dan manneke, dan hè! Ja, wat dan? Luister eens goed, hier, driftkop. Ik heb een werkbon gekregen van mijn chef om die radiator in het kantoor van Inge na te kijken. En dat ga ik nu doen. Alsof je dan graag hebt of niet. Eruit! Buiten zeg ik u! Maar ga je niet zo op, ze is ontploft genoeg. Wat doen we? Weg. Waar zijn ze? U bent misschien een beetje opgewonden. Heeft u klachten? Ik heb er genoeg van. Ah, genoeg van? Ja, maar ik denk dat deze klacht buiten bij onze bevoegdheid valt. Waar is uw chef? Ja, maar in. De chef? Ja. Ik ga hem vermoorden. Ah, bon. Luister. Jij moet weten waar dat die op de nakker is. Heeft dit bestaan? Dat zijn de zaken niet. Ik zeg je altijd, beklaagd, je kunt je bij ons altijd terecht. Gaan we een plezant doen, hè? Ja? Jij zit de klerk zeker, hè? Ja, ik ben de klerk, ja. Inge heeft mij al veel over u verteld, ja. Een echte sul. Kappendam, wat hier te strappen en mij wilde aan. Papa, die had ik ook snel door. Kappendam? Och ja. Ze vertelde mij dat ze werd bedrogen door haar vriend. Die had een affaire met zijn secretaresse. Nicky! Ja, juist, ja. Goh, man. Eerst moest ik met haar meegaan naar zo'n reisbureau van zo'n duur cruise. En dan moest ik met haar meegaan naar zo'n winkel van die bontjassen te passen. En op het laatste moest ik met mij meegaan naar zo'n dure lunchgarden. Ja, ik snap het maar altijd goed. Nee, niet meer dan Pukkerplaai, dat is niks voor mij. Nee, dat is meer iets voor de chef, hè? Uwe chef, waar is uwe chef? Het is zijn fout dat mijn huwelijk naar de bliksem is. Overdrijf je niet een beetje? Overdrijven. Hij is degene die mijn huwelijk naar de kloten heeft gebracht, want hij is degene die Inge naar hoofd op hol heeft gebracht. Hij heeft gechanteerd door hem mee te dreigen dat ze haar werk zou verliezen. Want uiteraard zou Inge natuurlijk zoiets nooit doen. Nee. Allemaal de fout van die vieze. En ik pik dat niet meer langer. Kalmeren, maar, kalmeren. Ik pik dat niet meer langer! Ik ga doen wat ik al veel langer doe. Die man is een gevaar voor alle huwelijken en alle secretaressen. Het kan misschien nog goed komen. Ik schiet erover op. Ik geef uw vrouw terug. Wat? Ik bedoel, mijn chef zal uw vrouw wel teruggeven. Als ik mijn chef zie, dan zal ik hem zeggen dat u uw vrouw moet teruggeven. Ik ga hem weer komen! Oh, toch iets voor mijn leven! Oh. Karel! Kom vlug! Ik maak dat je wegkomt! Waarom? De man van Inge is achter u aan! Wie? De man van Inge! Oh. Hij is een geweer kopen! Ik ga die verwoorden! U overhoop schieten! Wat blieft, overhoop mij! Geef me nog maar eens aan de winkel! Ik wil niet naar binnen komen! Ja, maar dan gaat u nog schieten, joh! Nee, dat was waar! Hier! Vlug, verstop u in de kast! Misschien gaat u daar niet vinden! Misschien? Kijk, koop het voor u, hè! Waar moet ik met mijn broer? Nee, nee! Oh, nee! Ik wil niet naar binnen, jongen! Help mij maar, man! Dat is jammer goed kan aflopen! De brief is klaar. Welke brief? De liefdesbrief voor uw klerk. Waar is die in godsnaam mee bezig? Oh, la. Ik kan u het een en ander laten lezen. Liefste Kareltje, hoe gaat het met uw mama? Met onze pa gaat alles goed. Lieveling, mijn handen glijden over je zachte dijen. Laat je me beminnen zoals u nog nooit iemand heeft lief gehad.
Leg je hoofd tussen mij. Oeh, wat is? Wat is? Dat is het een en het ander, hè. En ik die dacht dat u klaar een groentje was. Heeft alle kleuren van de regenboog, behalve groen. En wat voor is die brief bestemd? Tot die verringen zeker? Ja, nu ga ik die andere glas zwijnen zetten. Je hebt me die brief toch niet aan ingegeven, hè? Wat was hij? Wel wat heel vlug geregeld. Zijn laatste uur is geslagen. Wat zeg ik? Zijn laatste minuut! Haha! Jawel! Jawel, wat? Jawel, waar is ze nu? Hier is ze nu. Kom, krijg eens van mijn botten. Niet tegen mij liggen, hè? Ja, maar hier is alleen maar meneer van ons. Kom, lig niet aan de kant! Oh. Ik zoek het zelf wel. Laat, door even het zitten, hè. Dat is allemaal mijn schuld. Hoe moet dat aan zijn mijn morgen uitleggen? Oh, ik had hem toch niet? Oh, van mijn hand! 112! 112! 112! 112! Allee, we staan er nu! 112! 112! Allee, allee, 1 in 2! Allee, we staan er nu! Allee! Kijk, daar is hem inderdaad niet. Alleen zo'n raar met een zuipot met een fles wijn aan zijn mond. Werkelijk? Ja. Ja, daar gaat toch ook maar eens kijken. Hier is ook niks te vinden. Ja, natuurlijk is er niks te vinden. Dat is onze voorraadkamer. Die hebben we pas bijgebouwd. Ja, ja, ga toch ook maar eens kijken. Karel, kom vlug! Ja, dat is de shit. Goed, ik zeg het! Was die kopje? Je mag toch een goed idee, dan ben je. En niet bij voorbij, en ik kijk wel een kast. En ik ben er zo niet gezien. Pak dat je weg, kom! Ja, zo zeker! Hier gezet? Ja, ja, ik moest die nog aankleden. Wat gaat je doen? Oefenen. Wat? Ik heb je geschieten, hè? Maar waarom wel niet? Dat mag niet. Stomstondeling. Toch niet op mijn pom, hè? Waarom? Mijn klein gaatje, dat kan toch geen kwaad, man? Als ik het leren aan heb, dat zie je toch niet? Jawel, want hij moet nog model staan voor zwembroek. Ik bedoel, zij moet nog model staan voor dikke niet. Allee, heerlijk klein op die knies. Op die lampjes. Geen gaatjes. Oké dan. Maar als ik hem ergens zie, dan schiet ik hem onder zijn boven. Ik sta maar gerust in. Heel gerust. Je hoeft niet te schieten. Alles kan nog goed komen. Hoor de hozelaar. Heb je dat gezien? Die is door een sleutel geleid. Maar dat is... Dat is toch... Een militair kostuum steken. Ah ja, meneer Van der Put wilde nu een militair kostuum hebben voor een handsverdediging. Mag dat geweer eens even, meneer? Zo. Wat wil je ervan? Voor zo'n verzonnen soldaat. Als die frivolen niks gestoken. Ja, ik heb gelijk, ja. Hoor eens even, ik heb daar iets gezien wat iets heel interessant zou kunnen zijn. Oh, niet dat ik dat ding nog schieten ook nog. Dat zullen we bewegen dat die sluiting niet houdt. Karel, hier het geweer, homo schot, terwijl ben ik de politie. Nee, maar ik heb de muis van de levende geweer vastgehouden en de muis van de levende op het schot gehouden. Hier, zo in je schouder zetten, richt het op de deur en als hij binnenkomt, blijf je op hem richten. Wat was het? Bewijsmateriaal. Richt die idioot. Weet je wat dat wil zeggen? Dat uw chef hier nog rondloopt. En dat wil ook zeggen dat er niet zoveel kleren aan heeft. En dat kan maar één ding betekenen.
dan doet hij altijd een zuiver kostuum. Maar je kunt ook maar straks naar de gewoon kostuum gekomen. Want al die dingen zijn er allemaal gewoon kostuum. Hij staat hier niet aan. Haske, wat heb je gezegd? Dat is gedaan. Dat is gedaan. Misschien ben ik hier wel ergens. Een adres of zo ergens iets. Dat wordt een hoor. En nu nog de laatste keer. Waar is die vergadering? Ver weg. Waar? Ver weg. Hoi, hoi, ver weg. Waar? Hallo. Dacht ik het hier. Binnen je. Pak ik dat hier allemaal mee. Trappen. Overspel. Dat zijn maar zachte met een opstanding hier, hè. Op het proces. Dat ze vermoord heb. Oh. Jij zal onbegeten en lekker stommeling. Waarom heb je niet onder schot gehouden? In schot. Zelfs heb ik het verschot, joh. En ik moet zien ingezien te vinden, want zij moet haar gek onder controle houden. Ja, maar Jeffy gaat niet voor zo'n in die achtergelaten, denk ik. Ja, dan moet ik er zo mee nemen, zeker. Ja, maar. Jeff, ja, jij was er eens, jij had ook precies niks te doen. Maar als je niet maakt, zonder je maar ik je nu zo dik, je bent al dik genoeg. Oh, godverdomme, boy, dat zeg ik. Die laatste fles was toch precies een beetje zwaar. Je hebt ze kijken als het staal is. Het is drink. Meneer Verhoeven, wat is dit? Jij zei dat. Ja. Je zei precies die pop die daar zo staat stond. Ja, dat was de bedoeling. Daar snap ik het fluit van. Weet je wat? Drink eens wat, joh. Dat zal je goed doen. Je ziet er wat tristig uit. Je bent lijkbleek. Precies als een dooie. Ja, dat is de pop ook, hè. Pop. Vanasse, mijn legumen en mijn vlees heb ik al. Geen op in de laptop. Het is niet waar, hè. Mijn verraden, hè. Is dat blote ding nu nog niet weg? Dag, wat heb ik? Ik kom voor mijn laptop en mijn brief. Uw brief? Die brief? Je zei toch zeker dat die maniak uw chef hem niet geschreven heeft? Dan, want dan wil ik hem niet. Nee. Ik heb hem gemaakt. Waar heb ik toch mijn bril gestoken, hè? Hou eens even vast. Leo? Oh, ik had er ook aan moeten denken, hè. Hij zit helemaal onder mijn vlees. Oh, onder je vlees? Ah, oh, eindelijk, hier heb ik hem. Dat is al een stuk beter. Leg het er maar terug in. Merci-kes. Merci. Zo, en waar is nu mijn brief? Ik vrees dat ik hem niet meer kan vinden. Hoe, je kunt hem niet meer vinden? Dat kan toch niet? Heb je hem hier ergens laten liggen? Nee, ik vrees echt dat ik hem niet meer kan vinden. Waarschijnlijk ergens verkeerd geclasseerd. Ja, maar alleen. Maar dat is niks. Ik zal er rap met een nieuwe gaan maken. Oh. Hoe lang ga ik dan nog moeten wachten? Mijn vlees gaat wel bedaren. Oh, dat is zo gebeurd. Weet je wat? Zet u hier even op die stoel. Terwijl er iets nieuw maakt. Ik kan heel rap tippen. Klik. Inge, er moet zo snel mogelijk een eind komen aan heel die situatie. Dat zal het ook wel, rustig nu aan. Wat zei je dat? Inge, geen grapjes, dat is ernstig genoeg. Ja, ik ken hem, ik breng alles aan de orde. Ik geloof dat we een klant hebben. Goedendag mevrouw. Dag meneer. Want ik ga u verder helpen. Inge, we gaan een hele dag van verder af, want ik moet even nog iets gaan regelen. Dag mevrouw, waar ik dan voor moet zijn? Ik wacht op een brief die meneer voor mij typt. Een brief? En die wordt hier gemaakt. Ja, madameke, dat is een heel verhaal. Ziet je, ik heb vanavond voor de allereerste keer een rendezvous
met een man om 8 uur in de provincie te dalen. Het is een kennismaking via een dating site, moet je weten. Maar dan bent u. Mag ik weten wie dat de gelukkige is? Ja, ja, een zekere Karel Bolle. Wacht, hier heb ik zijn foto. Weet je wel, ja. Ziet je, ik weet niet zo goed hoe ik die man moet aanspreken met lieve woordjes. En daarom helpt meneer mij met een brief. Dus, als ik het goed begrijp, heeft u die Karel Bolle nog nooit eerder ontmoet? Hier ook niet. Oh nee, godzijdank niet. Ik ben hier wel een Karel tegengekomen. Dat is een gevaarlijke vent. Die is bezeten van seks. En die werkt hier? Pas maar op hoor. Een vuile viezerige stad. Werkt jij hier ook? Ja. Dan zou ik maar oppassen als ik u was. Zou me niet verwonderen als die u ook zou willen aanranden. Hoe denk je dat? Let op mijn woorden. Weet je dat hij daar straks bezig was met zo'n pop? Wat? Met zo'n pop. Hij was daar langs alle kanten aan het bepoten. En God weet wat hij nog allemaal met haar van plan was. Met een manneke? Nee. Met zo'n pop. Hij had haar BH al losgemaakt. Zo iemand moest ze in een gestik steken. Daar gaan nog ongelukken van komen. Vertel eens, juffrouw. Die Karel die je vanavond gaat ontmoeten. Ja. Weet je niet over zijn karakter? Nee, maar ik hoop wel dat dat een braaf en een stil ventje gaat zijn. En hij moet ook sportief zijn. Sportief? Ja, sportief. Maar hij hoeft niet echt aan sport te doen. Oh nee, anders is hij s'avonds veel te veel weg. Zal ik je eens iets vertellen? Ja. Die man is hier. Wat? Ja, ja. Jouw aanstaande werkt hier ook. En? Je hebt hem al ontmoet? Ja. Hij vertelde mij over jullie rendezvous. En hij was in de wolken. Toch niet uw chef? Nee, onze klerk. Oh, de dier! Wat vind je van hem? Dat lijkt me wel een toffe gast. En hij heeft een hart van goud. Oh. En hij is braaf. En hij is stil. Heel stil. Onze pa gaat content zijn. Wil je misschien niet? Hij is wel verlegen, maar dat komt wel in orde. Ja, maar ik ben ook wel een beetje zo. Maar ik weet echt niet wat ik tegen die man moet zeggen. En mijn brief is nog niet klaar. Raad die brief. Vertel me gewoon wat je hart in heeft. Dat is wel gemakkelijker gezegd als gedaan, hè. Kunt jij me niet een beetje helpen? Ik zou niet weten hoe ik dat zou kunnen doen. Zijn jij getrouwd? Ja. Wel, dan zult jij toch wel weten hoe je met een man moet omgaan. Kunt jij me niet het een en ander vertellen? Een beetje advies geven? Ik zal niet komen. Oh, een demonstratie! Zet er even op, hier op de stoel. Ja. Vrijf door zijn haar en... Oh!
geen zonnetje. Maar kom, ik ken Karel. Hij zal het graag nog hebben. Trouwens, de liefde van de man moet aangewakkerd worden. En dat kan alleen maar op deze manier. Serieus? De eerste ontmoeting is de belangrijkste. Het is de allereerste steen die je legt bij het opbouwen van een gezin. Amai, wat kunt jij dat schoon zeggen. En jij wilt hem doen. Ja, maar meer dan 7 kinderen wil ik niet. Gevoel. En nu ik weet dat dat een echte man was, vind ik dat gevoel nog plezanter. Zie je het wel? Je hebt gelijk. Ik geloof dat ik mijn angst voor mannen overwonnen heb. Goed zo. Ik ga het doen. Kom, laat ze maar komen. Adelaide. Ja? Ze? Oh, ik bedoel, laat hem maar komen. Nu heb ik toch echt wel de smaak te pakken. Hè? Ik wou dat ik mijn lief nu al kon zien. Ah, wel ja, gaat. Ja? Maar ja. Alhoewel, ik ben bang dat je mij gaat schrikken. Maar belangen niet. Allee, kom. Ik ben er helemaal klaar voor. Goed dan. Zeg, ik heb dat probleem al kunnen oplossen, meneer man. Zijt jij hier de klerk? Ja, vandaag ben ik de klerk. Ze gingen. Dan zijt jij Karel, Karel Bolle. Mijn lief, jij bent echt wel een chique type en zo sport.
Ik moet een spreken. Jammer Inge, ik ga hem hier toch niet alleen laten, hè? Inge! Nee, met z'n tweeën. Helemaal alleen. Plezant, hè? Is ik echt niet wat je bedoelt? Wat wilt je van mij? Ik ben toch u, Adelaïde. Adelaïde van het Snik. Je kent me toch van naam. Je hebt toch een afspraakje met mij vanavond om 8 uur in de klok in Zietendaal. Dat weet je toch. Oh ja? Wij gaan toch trouwen. Trouwen? Oh, ik verlang er al zo naar. Het kan me niet snel genoeg gaan. Maar Bolleke, jij hoeft toch niet beschaamd te zijn. Ik weet hoe het moet. Zo moet je dat doen. Maar Bolleke, jij hoeft je toch niet te generen. Ik toon het u. Zo. Nee, maar dat is een goed. Dat is een goed misverstand. Oh, nee. Ik heb een foto van u. Wacht. Hier is het. Kijk. Dat zijt jij. Ben ik dat? Ja. Schoon, hè. Zo bloot ventje. En kijk eens hoe lief dat je bent als je zo lacht met dat lippeke een beetje vooruit. Dat tandje bloot. Schoon. Mama. Onze pa heeft die foto ook gezien. Hij zegt dat jij zo'n mooig protteke had. Mooig protteke. En dat fotteke, dat is nu van mij. Waar? Ik hoop dat je niet te lang hebt moeten wachten. Hier is uw brief. Oh, merci. Hier, Bolleke, die is voor u. Voor mij? Voor hem? Ja. Ik had hem vanavond aan u willen afgeven, maar... Wacht. Ik heb een beter idee. Ik ga hem u voorlezen. Dan hebben wij vanavond een beetje meer tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Mijn allerliefste Bolleke. Ja, dat staat niet in de brief. Dan zeg ik er zomaar bij. Ja. De schouder na de sluiten. De mouwen inzetten. Opzetranden van de binnenzakken in de zijnaden. Zeg maar, is dit nu een liefdesbrief? Oei, ik heb het verkeerde boekje geroepen. Het breiboekje van Inge. Daar zou ik zijn zuster pagen hebben, niet meer rond. Ik zal u wat een nieuwe gaan maken. Ik ben toch zo content. Oh ja? Oh, dan moet ik onze pa nog vertellen. Mag ik hier even bellen? Nee, dat mag niet. Die telefoon is niet bestemd voor het publiek. André, ik versta dat. Jij wilt de reglementen toepassen tot op de letter. Dat groot gelijk. Als jij zo blijft verder doen, dan word je hier op een dag nog eens de grote chef. De grote chef. Bo, dan ga ik nu even naar de apotheek. Tot ze biedt, hè, Bolleke. Niet weggaan, hè? Oh, en let jij een beetje op mijn vlees, hè? Oh, op mijn vlees laten. Op haar vlees laten. Buiten, dat wil je zeggen zeker. Hoe kun je praten? Mensenkennis en menneke, wilt je nu alstublieft vertrekken? Sorry, maar bevel van mijn baas en die doet geen tegenspraak. Eruit, zeg ik u! Eruit! Ja, wat geen groot bakjes. Zijn jullie nog niet aangekleed? Kermietje, die cowboy is ook met mijn kinderen, meisje. En wat betekent die communicant die mij verhoudt? Die was voor mij. Ja, die was voor u, ja. Ja, Josje, die was voor mij bedoeld, maar ik denk dat ik er geen kans meer maak. Ah, dus daarom dat ze mij rond de nek vloog. Dat was een misverstand, chef. Ze weet dat de aanstaande hier werkt als klerk. En normaal ben ik dat. Ah, dus daarom dat ze vroeg als ik de klerk was. Dat is niet zo goed, hè. Nee, het is niet zo goed, hè. De ene neemt mij voor jou aan de haak te slaan, de andere neemt jou voor mij voor af te rekenen. In beide gevallen ben ik mors dood aan haken. Mors dood. Dat is niet zo erg. Maar ik ben wel ondertussen mijn lief kwijt.
zijt je nu dan wat van u? Ja. Dus jij wacht op de heer Potter. Ja. Chef, moet je me nu verexcuseren? Ik wil naar de sportafdeling gaan. Ze wordt een sportieve vent. Misschien mag ik dan nog kans op haar, hè? Zeg, chef, mag ik alstublieft uw jas lenen? Mijn jas lenen? Waarom? Je kan toch zo niet op de winkel gaan, chef? Ja, nee, liever niet, hoor. Hey, jongens, jongens. Ik heb die binnen ze nog eens gehaald. Oh ja, hier. Voilà, dat is al veel beter. Zeg, chef, zet uw portemonnee erin? Zeg, ik heb een grap hier. Ah, nee, chef. Ik moet ook nog kunnen betalen. Oh, chef, jongens, aangezien deze brief, sorry, toch voor u bestemd is, kom ik eens luisteren dat ze tekst u wil laten. Sorry. Hoor het dan. Het schijnt dat ik even moet drinken, het schijnt dat het helpt tegen het hik. Voilà! Gedaan! In de maneschijn, ver van de palm, van de palmboomschaduwen, op het terras, naast de groene biljarttafel, aan de hoek van de ronde tafel, wil ik u ontmoeten. Mijn klein zoet lief rood. Mijn kleine, lief zoet rood. In de maneschijn onder de hete zon? Borsten, wat? Borsten, borsten. Mijn kleine, lief zoet rood. Oh, borsten. Op die hele liefdesbrief aan de juffrouw Huppel de Pup, of hoe ze mag weten, kan me gestolen worden. Oh, dan ga ik er wat eerder voor u in. Krijg ik maar. Die apprecieert dat de mens. Ah, joh toch! Ah, wat een toestand. Jongens toch. Tussen Frank en mij is alles weer oké. Gelukkig. Hij stelt alleen maar één voorwaarde. En dat is? De chef moet zo snel mogelijk trouwen en zijn secretaris vroeg met hem slapen. Ik weet niet als ik Nukie zo ver ga krijgen. Dat hoeft toch ook niet? Frank houdt Karel voor de chef. Dus Karel moet een vrouw vinden. Dus heb je uw Frank nog niet gezegd dat ik chef op de lakker ben? Nee, ik vond het beter zo. Karel trok toch met zijn Adelaide. Dat denk jij, hè? Zijn Adelaide is wel verliefd geworden op mij. En waarom heb jij dan verteld dat jij Karel niet bent? Probeer daar maar eens tussen te krijgen als die redactie is. Ja. En hoe gaan we dat nu oplossen? Ja, hoe gaan we dat nu oplossen? Ja. Is dit sportief, vrienden? Sta er niet zo aan, manneke. Mij verleid je niet door met dat gehuppel, flipperke. Ik heb genoeg aan mijn bolleke. Ja, maar luister nu toch eens, juffrouw. Juffrouw, maar bolleke, jij moet toch nu niet meer juffrouw zeggen? Vanaf nu mocht jij Sjoeke zeggen. Ja, maar juffrouw. Nee, Sjoeke. Ja, maar dat is een groot misverstand. Ik heb daarnet met onze pa gebeld. Hij wil je zo rap mogelijk zien. Hij heeft gezegd dat ik u maar direct aan hem moet komen voorstellen. Ja, maar luister nu toch eens even. Ik ga zeggen tegen onze pa dat het goed is. Dan kan hij meteen beginnen aan zijn deeg voor de pannenkoeken. Onze pa kan heel goed pannenkoeken bakken. Om de liefde gods, luister! Maar wat kunt jij dat schoon zeggen? Om de liefde gods. Dat gaat onze pa graag horen. Want wij gaan elke zondag naar de mis. En vanaf nu gaat jij ook mee. Ik geef het op. Dat maar iemand anders het probeert. Ik wil het wel eens proberen. Wat? Wat gaat gij proberen? Ah, wel, vanavond mee te gaan naar uw pa. En waarvoor? Zeg mij een keer waarvoor. Zeg het dan. Karel, kom aan. Wil ik... Ik ben... Ja. Ik ben ik ook rap.
kon ik het niet. Zeg, jij lieve schaam, hoe durf je? En mij nog staan uitlachen ook? Weet je wat? Daar heb je al. Ik heb me verknald, hè. Geesje, onvergetelijke stommeling. Je had de steeltje de was onder controle. Waarom heb je niet gezegd dat je Karel Bolle heet? En nu? Ja, en nu, ja. Wil je dat Frank zich aan zijn woord gehouden? Welk woord? Dat je keel gaat dichtknijpen als je die snel met een vastlief voor de proppen gaat komen en je poten van ingen gaan afblijven. Vastlief? Vastlief? Ik denk dat ik van zijn leven niet meer aan een vastlief geraakt. Sportief of niet? Ik moet zien hier weg te geraken, want ik heb geen zin om met eens een paar balken te geven. Maar! Ik heb u wel erg oplossen. Ja. Ja, is goed. Geen die kamer. Kom maar op, hè. Wat heb je van plan? Ah, wel ja, u doet verdwijnen. Alleen, kom nu. Oh. Ik wou dat ik ook kon verdwijnen. Mama, we hebben allemaal weer. Ik begin het als waar plezanter te doen. Brieven tippen. Luister maar eens naar dit hier. De ontknoping. Dat is de titel. Liefste Bolleke. Dat is de ondertitel. Je hebt de verkeerde aan de haak geslagen, want die is het niet die daar staat, maar het is die daar staat. Die daar staat? Natuurlijk, maar let wel op dat je ziet waar je staat en waar op de dag staat, als ik die brief voorlees. Ja, oké, ja, dat is goed. Dus, we gaan het eens proberen. Okay. Dus, ik sta hier en Adelheid staat hier naast mij. Nee, Adelaide, dus niet Adelheid, maar Adelaide. Adelheid of Adelaide speelt toch geen rol. Het is het principe wat van belang is, jongeman. De tactiek. Ja, ja, natuurlijk, ja. Dus, jij staat. Want als ik zeg, die daar staat. En op de wakker, je moet hier staan. Want als ik zeg, die daar staat. En zij blijft in het midden, wat is heel belangrijk, dat ze niet beweegt, anders is heel het spel om zee. En om niet te missen, zal ik diegene nog eens met een lange vinger aanwijzen. Zo. Want als ik zeg die daar staat, op de opdracht ook, als ik zeg die daar staat. En jij jongeman, jij wijst nog eens naar jezelf. Zo. Om helemaal zeker te zijn van het spel. Als ik deze brief dan voorlees, dan zal ze wel weten tot ze de verkeerde aan de haak geslagen heeft. Denkt u dat? Zullen we dat maar proberen, zeker? Is het voorbij hier? Nee. Wat is zij? Is weg. Mag je dat zo? Nee, moest verdwijnen, pannenkoeken eten. Pannenkoeken? Ja, met mijn lief nog wel. Ach zo, heeft uw lief dus ook al afgesnoept. Ja. Wij is nogal een snoepen, hè? Ja. Hey, zijt jij ook een snoepen? Ja, ik snoep ook af en toe. Wat bedoel jij? kijk Bok. En de geest.
Ik ga
taxi van het samentrek. Nee. Dat is uw chef, die. Zeg, uw verloofde. Zeker, meneer chef. En zijn verloofde ga ik nu binnenlaten. Meneer, meneer. Dat zal nog wel zien als die verloofde hier binnenkomt dan. Hè? Ja, wel, maar die drie buiten, die wil ik dan wel eens zien. Ik kan lopen. Ja.
uit, zeker. Uw uitzicht ziet er beter uit dan die inboors, meneer Op den Akker. Ik weet dat je gelijk hebt, ja. Maar het is nooit te laat om je leven te beteren. Denk je? Dit is nog een tweede kans? Allee dan maar. Oh, Mickey. Niet zo snel. Eerst een beginnetje en dan pas boom. Oh, niet zo snel. Ik kan niet volgen, schat. Ik ga me raken. Nu is het dus... was dat zeer gemakkelijk. Dus die chique madame die staat vanaf nu hier. En Karel... Maar waar is nu iedereen? Maar potverdorie, ja. Nog eens een toeze. Oh, ja. Als ik zeg, die daar, die daar. Oh, nee, hè. Ach, zo. Zo. Ah. Toch nog iemand. Jules. Jules? Zeg me niks. Jules zeg. Jules. Oh nee! Hè. Nu moet ik weer om die weer. Zonder hun kunnen wij hier niet staan. Dank u wel! Wil ik de man van het licht bedanken. Ja, de dag al achter de schuifjes en de knopjes en zo. Dat is onze Tom Fischer. Dan de dame die ons helpt als we de tekst vergeten zijn, maar dat is helaas dit seizoen niet gebeurd. Dat is onze eerste. Onze souffleurs, Kenny! Als die kant ook zo'n knappe dame staat, zorg voor
toegopen te gaan als we op moeten komen, als we klaar moeten staan, als we kleren moeten aan, noem maar op. Ons regieassistente Vivianneke. Nooit zouden doen. Het is de laatste keer dat ik mee zo'n zin sta. I like it! Zuske! Zuske! Ja, ik leg op u, ja! Ik leg op u! Ik heb altijd gezegd, dus precies dat je op je schaal leidt. Dus de man die dit heeft neergezet, onze regisseur van dit jaar, Gilbert Heks! Kom volgend jaar terug, want je moet geen reclame maken voor morgen, want dat is er niet meer. Dus kom volgend jaar zeker terug, want we hebben weer iets in petto. Tot volgend jaar! Succes! Thank you.
Thank you.